Ruim 2000 jaar geleden kwamen de Romeinen naar de Lage Landen. En vanaf dat moment maakte deze regio deel uit van het enorme Romeinse Rijk. Op het gebied van oorlogsvoering waren de Romeinen hun tijd ver vooruit. Maar ook op een heleboel andere vlakken liepen ze voorop. Denk aan waterbeheer, wegenbouw, rechtspraak, noem maar op. En ze hadden zelfs een echt toilet met stromend water. De Romeinen waren vooral uitstekende bouwers. En dat kun je zelfs nu, na 2000 jaar, nog terugzien van Groot-Brittannië tot ver in Syrië. Ze pasten als eerste de rondboog toe, ze vonden het beton uit en ze verfijnden allerlei bouwtechnieken, zoals het werken met bakstenen. En de Bataven, die hier in deze streek woonden, die keken hun ogen uit, want gebouwen van stenen hadden ze nog nooit gezien. Maar waar haalden de Romeinen nou hun stenen vandaan? Dat kunnen we hier zien, in het depot van voormalig museum Cam. Hier bewaren ze een deel van de archeologische vondsten die in de loop der jaren zijn gedaan. Om te bouwen gebruikten de Romeinen ook wel natuursteen. Dat hakten ze bijvoorbeeld uit de heuvels in de Eifel. En dat kwam dan per schip over de Rijn naar Nederland. Maar het is tamelijk zwaar. Dat was dus eigenlijk helemaal niet zo handig. Maar de Romeinen, die waren slim. Die bouwden graag met steen en daarom zorgden ze ervoor dat ze hier ter plekke stenen konden bakken. Her en der kwamen er dus allerlei steenovens. Moet je zien wat er allemaal bewaard is gebleven. Vooral dakpannen en tegels. Dat doe je niet in een gewone steenoven. Vandaag de dag zou je dat echt een steenfabriek noemen. En zo zag dat eruit. Een van de grootste steenfabrieken lag hier, vlakbij Nijmegen, op de Holdeuren. Hij heeft meer dan 150 jaar gedraaid en er zijn miljoenen producten gebakken. En dat is eigenlijk ongelooflijk.